gemaaide paniek op de beurzen is nog niet gaan liggen. Het aandeel van Fortis is compleet in elkaar gestuikt. If Fortis goes down, the drama will unfold in Europe and in the rest of the world. What happens if all the money is withdrawn? Shall I really explain that? Heel Europa zat te kijken naar hoe dit zouden aanpakken. We gingen praten over dingen waar we nog nooit over gepraat hadden. Fortis wordt deels genationaliseerd. 11,2 miljard euro om Fortis te redden van de ondergang. Het is gelukt, we hebben de crisis gestopt. Was niet zo. Deze dag kan worden bijgeschreven als een zwarte maandag. Van alle kanten komt er uit de hele wereld informatie dat dingen aan het misgaan zijn. Als je midden in de crisis zit als Europese landen, dan is het ook wel zaak dat je probeert één lijn te trekken. De Nederlandse delegatie had van meet af aan de agenda om het Nederlandse deel er weer uit te halen. Wat gebeurt hier? The House of Cards is collapsing. Very frightening. If a situation is unsustainable, it can go on for a lot longer than you could possibly think. But when it does come to an end, it happens much faster than you could imagine. Financial stability calls for trying to avoid booms and busts. But how to avoid when the economic agents are human beings? Human nature is dangerous.